Forensisch onderzoekers speuren door het hele huis van de vrouw. Wat is er gisteren gebeurd aan de Tubantiastraat 57? De straat is ter hoogte van het huis helemaal afgesloten. Rond 3 uur kregen wij een melding dat mensen haar levenloos in de woning hadden aangetroffen. Collega's zijn ter plekke gegaan samen met mensen van de ambulance. De vrouw bleek te zijn overleden en al snel bleek dat er ook sprake was van een misdrijf. En toen hebben wij inderdaad hier opgetuigd door middel van de boel af te zetten, een buurtonderzoek te houden. En daar gaan we vandaag mee verder. Het sporenonderzoek in het huis gaat waarschijnlijk nog dagen duren. Ook de afzetting blijft voorlopig staan. De straat reageert geschokt op het overlijden van de vrouw. Die ze vooral kennen van het rode busje waarmee ze eerder door de straat reed en later een oranje caravan. Ze organiseerde kinderfeestjes, knutselfeestjes, workshops en stond ook geregeld op de markt. Maar wat zich hier gistermiddag in het huis heeft afgespeeld, daar heeft de buurt niets van meegekregen. Ja, we willen heel graag met mensen in contact komen die haar kennen, die weten met wie ze omging, weten wat ze heeft gedaan de laatste tijd en ja, wat mogelijk een motief kan zijn dat het feit is dat zij hier nu dood in de woning ligt. Wat weet u inmiddels van de vrouw? We weten dat het gaat om een 40-jarige vrouw uit Enschede. En dat zij mogelijk ook marktjes bezocht of braderieën waar zij goederen verkocht. En als mensen haar daar ook van kennen en nu weten wie het is, dat zij dan ook contact met ons opnemen. Of er al een verdachte in beeld is, hoe de vrouw is gevonden, waaraan ze is overleden. Het zijn allemaal vragen waar de politie nu nog geen antwoord op kan of wil geven. Wij waren natuurlijk daar aangetroffen, waardoor wij meteen denken van dit gaat om een misdrijf. Dat kunnen we nog niet delen. We zullen ook nog sectie moeten verrichten op haar lichaam en dan met zekerheid kunnen stellen waaraan ze is overleden.